Dag allemaal, goedenavond. Eens even kijken. Meneer, stel u bent de baas van Nederland. Ja? Zou u het dan goed vinden dat er sigarettenreclame op de televisie was? Ja, waarom niet? Ja? Ja. Waarom niet? Nou, omdat iedereen denkt dat zelf moet weten. Ja, maar het is er niet, hè? Nee. Nee, het is er niet. Wie vindt het niet goed? Ik vind het inderdaad niet. Ik vind het niet goed dat het op de televisie komt. Want ik ben ook een voorstander van niet roken. Dus het moet ook niet op de televisie. Nee, ik vind het niet. Nee. Nou bent u de baas van Nederland. Zo, dat is, dat is meegenomen. Wat zou je gebeuren, zeg? Dat zijn wat gek, zeg. Zou u het dan goed vinden dat er reclame voor drank op de televisie was? Nee, niet zo overmatig als... Nee, daar ben ik ook geen voorstander van. Drank en roken, dat... Maar dat is er wel. Reclame voor drank is er wel. Het is er wel, maar het, ik vind het niet juist dat het zoveel reclame er aangegeven wordt. Ja. Wie vindt dat het wel kan? Ja, moet het kunnen? Ja, dan mag wel. Waarom niet? Waarom niet? Je kan niet alles verbieden, denk ik. Ja, moet je zelf weten. Ja. Maar ik blijf even bij u, hè? Ja, dat is... U was wel een aardige baas van Nederland. Zou u het goed vinden als er reclame voor gokken op de televisie werd gemaakt? Ja, dat zijn wel leuke onderwerpen, Sonja. Sigaretten, drank en gokken. Het is toch wel... Gaan we vanavond de criminele kant op of zo? Nee. Tenminste, ter onderdrukking van de criminaliteit is het niet, niet gunstig natuurlijk. Gokken hoeft toch niet direct iets met criminaliteit te maken te hebben. Het kan leiden tot criminaliteit natuurlijk. Ja. Waarom? Dus wel of geen reclame op de televisie voor gokken? Ook niet, nee, voor gokken. U denkt wel van, wat is een onsympathiek figuur, praat u mee, maar... Nee, ik vind het niet juist om dat zo in die publiciteit te gooien. Tenminste, zoveel aandacht eraan Dat besteden. Is er wel, hè? Staatsloterij en die balletjes, de toto en de ja, lotto. Staatsloterij, ja, dat ligt volgens mij wel wat anders. Maar het gokken, als je de jeugd heden te dagen bezig ziet aan die kasten allemaal. Hoe komen die kleine drollen eigenlijk aan geld, hè? En dat wekt alleen maar criminaliteit op, ja. Ze staan hele dagen staan ze aan die gokautomaten en dat, nee, dat is niet prettig, nee. Isra, gok jij wel eens? Nee, nee. Hou je niet van? Maar ik drink en ik rook. veronderstel dat je in een casino bent. Je bent er met 100 gulden ingegaan. En op een gegeven moment heb je 5000 gulden gewonnen. Maar het is vlak voor sluitingstijd. En je hebt nog net de kans om het te verdubbelen. Maar je kan ook denken, ik neem het mee naar huis. Wat doe je? Nou ja, het zal weer verdubbelen worden. Dus niks. Dat denk ik wel, ja. Ja. Zou je dat proberen? Ja, ik denk het. Ja. Zwak. 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 Ja, maar wel ook veel durf, toch? Ja, ik zou het in mijn zak steken. Ja, oh jij wel. Ja, nou, wacht, dan gaan we samen. Ja, oké. Okay. Ga je mee dan? Ja. Dames en heren, Isra Meijer. Isra Meijer wordt genoemd, en volgens mij is hij dat ook, de beste interviewer, de beste schrijvende interviewer van Nederland. Hij heeft een wekelijks radioprogramma voor de VPRO. Hij heeft ook een eigen theaterprogramma dat hij zelf schrijft, waarin hij ook zelf optreedt, speelt en zingt. Ik laat je even kiezen. Je moet kiezen. Oh, moet? Ja. Ja. Nou, als het zou moeten, zou je dan kiezen voor het theater of voor portretten schrijven in de krant? Theater. Ja? Ja. Goh. Zo goh. Waarom? Nou, zo goh. Nou ja, dat verbaast me. Waarom? Ja. Waarom? Ja, waarom verbaas je dat? Dat had ik niet gedacht. Maar waarom niet? Ja. Ja, ik dacht dat het schrijven je toch meer aan je hart gebakken zou zijn. Maar waarom kies jij voor het theater? Dat vind ik leuker. Ja. Waarom? Dat is toch veel leuker. Dit. Ja, ook omdat je in het theater het zelf bent. Jij staat er, jij kan zeggen wat je wil. Ja, je verschuilt je nergens meer achter, hè? In die interviews, daar kom ik haast niet meer voor. Maar... En wel, maar eigenlijk niet. En wel. Een beetje tricky, hè? En theater, dat is niet tricky, daar sta je zelf. Je staat er zelf voor. En dat vond ik wel aardig. Ja, en jij staat er ook heel erg met jezelf. Ik sta er ook achter, ja. Ja, nou, en je speelt wat jou zelf bezighoudt. Ja.
Je hebt ook een voorstelling gespeeld in Duitsland. En die voorstelling die heet De Sympathieke Jood. Waarom wil je dat? Nou ja, er moest nog iets vereffend worden even, hè, tussen mij en de oosterburen. En ik dacht, nou, ik ga me eens voorstellen. En dat heb ik toen maar gedaan. En dat is altijd een hele aardige manier om dat via theater te doen. Eigenlijk heel onschuldig en heel gevaarlijk. Ja. Hoe werd dat daar ontvangen? Nou, niet, hè. Die mensen zaten als versteend op hun stoelen. En dachten, mijn god, waar ben ik in verzeild geraakt? Er zaten wel steeds meer, maar ook allemaal versteend en geen reactie en panisch, geloof ik. Ja. Daar betaalden ze voor. Eigenaardig. Oeh. Duitsers. Die houden van gekweld worden, hè. Ja. En te kwellen ook. Was het een voorstelling waarmee je ze kwelde? Nee, dat geloof ik niet, maar ze waren steeds bang dat er iets ging gebeuren. Die voorstelling, dat was niet direct schelden, maar daar zat steeds iets onder kennelijk. Dus ze dachten, als we nou maar stil blijven zitten, dan ontploft die niet. Of dan, dat zat er wel in, denk ik. Dus die mensen die zaten zo op hun stoel. Heeft het iets voor jou, inderdaad iets voor jou betekend? Dat je dat ik me voorgesteld heb even. En zijn nu bang van me, denk ik. Word je niet meer uitgenodigd? Ik ben nog eens een paar keer uitgenodigd. Ja, ik heb nog eens een paar keer gespeeld. Maar het was toen voldoende. Ja. Ik een paar voorstellingen. En zij 5 jaar. Dat is wel goed zo. Nee. Niet om te blijven. Nee, kan me voorstellen. Zou jij je kunnen voorstellen dat iemand anders... Ik zei net, en dat meen ik van harte... dat ik je de beste schrijvende interviewer van Nederland vind. Zeg het nog eens. Ik vind je... Ik vind het ook, hoor. Ja. Ja. Maar ik hoor het ook graag van de anderen. Ik denk dat niet iedereen je de beste performer van Nederland vindt. Zou jij je kunnen voorstellen dat datgene wat jij te zeggen hebt... dat iemand anders dat beter over het voetlicht zou kunnen brengen? Ja, het is ook wel gebeurd. Ik heb teksten voor anderen geschreven... en die anderen deden dat dan veel beter dan ik het gekund zou hebben... Maar het zelf doen blijft toch heerlijk, ook al is het een beetje klunzig of niet echt communivo. Ik vind het toch wel aardig om het zelf te doen. Maar ik kan ook wel andere teksten geven, die doen het dan prachtig. Schrijf je nog voor anderen? Nee, niet meer. Maar ik heb wel voor anderen geschreven. Ja. Waarom niet? Waarom doe je dat niet meer? Nou, ik word er niet voor gevraagd en het is ook niet mijn ambitie verder om het aan te bieden. Waarom niet? Nou, ik heb het niet nodig. Nee, maar je zou de ambitie kunnen hebben dat mensen jouw teksten zingen, spelen. Nou, ik hou het toch liever bij mezelf. Hè? Als het nou niet moet, dan... ik speel ook niet meer met anderen. Ik speelde vroeger ook wel met anderen en dan schreef ik daar teksten voor. En in dat kader deed ze dat ook heel goed en beter dan ik het gekund had misschien. Maar bijvoorbeeld Jenny Arjan die heeft liedjes van mij gezongen die ik zelf ook zing en gezongen heb. En zij doet het dan gekunder, maar ik vind het... beter van mezelf. Zij is dan vakmatiger, maar ik vind van mezelf echter. Ja. Vind ik. Vind ik, hoor. Maar... Speel je... Je laatste voorstelling was Hallo Acapulco. Speel je die nog? Nee, maar ik ga nu een avondvullend ballet maken met Hans Vermanen. Waarom lach je nou? Dit is nieuws. Dit is nieuws. Ja, ik zag je ineens voor me in tutu en op spitsen. Nee, dat leek me leuk. Hoeft toch niet? Nee, dat hoeft ook niet. Ballet, het is heel anders tegenwoordig. Nee, maar ik ga nou met Vermanen een programma maken. En wat voor programma? Nou ja, ballet natuurlijk. Ja, of zoiets. Iets wat daarop lijkt. Ja. Bewegen, denk ik. Veel bewegen, ook veel praten erbij, hoor. Ja, ik wou net zeggen, hopelijk zeg je nog wat tussendoor. Ja, ja, maar veel bewegen. Ja. Wat grappig. Wanneer komt dat, trouwens? Nou, over een jaar of zo. We gaan echt repeteren. Oefenen. Instuderen. Ja. Ischa, een dilemma wil ik je voorleggen. Jij en wel het volgende. Jij hebt iemand, tussen aanhalingstekens, afgemaakt in een stuk, in de krant of op de radio. De volgende dag zie je diegene op straat lopen. Je hebt de kans om over te steken. Doe je dat? Over te steken?
Om onder een tram te komen? Of hoe bedoel je? Om diegene te ontwijken, bedoel je? Om diegene te ontwijken? Nee, dat doe ik niet. Je gaat er recht op aan? Ja, oh ja, nou goed, ik ga niet omlopen of zo om iemand niet te zien. Nee, maar hij spreekt je daarop aan? Ja. Het is wel eens gebeurd? Ja, dat is gebeurd, ja. En dan? Hoezo dan? Nou, het ligt eraan. Ik ben wel eens in elkaar geslagen. Nou, dat is, echt, zeg je niet veel meer. Ja. Is dat zo? Ja. Op grond waarvan? Nou, ik had geschreven van het toneelspeler dat hij altijd de suiker zei in plaats van suiker. En die man werd daar zo razend om. En sloeg me toen terecht ook. Dat had ik al vele moorden op me geweten kunnen hebben. Maar goed. Ja. Maar veronderstel nou dat die man jou aanhoudt en dat je merkt dat hem dat heel erg heeft aangegrepen. En, hij is ervan aan de drank geraakt. Nou, bijvoorbeeld, ja. Ja. Wat doe je dan? Wat moet ik dan doen? Wat denk je dan dat ik ze zou moeten doen? Troost of roepen? Nou, ik vraag aan jou wat je zou doen. Tja, ik weet niet, het ligt aan wat hij doet, hè, als hij mij ter verantwoording ja, vraagt. Ja, doet hij. En hij zegt, hij vertelt je hoe verschrikkelijk hij het gevonden heeft en wat je hem hebt aangedaan. Nou, dan ga ik ontzettend medelijden staan hebben met die man, denk ik. Dan is het toch te laat, hè? Wat ja, dan gebeurt. Heb jij lekker je stuk al. Ja, precies. Dus het kost me niks. God, wat erg. Ja. Ja. Wat naar nou toch, zeg ik dan steeds. Ja. Maar nou iets anders. Iemand heeft over jouw optreden een verschrikkelijke kritiek geschreven. Dan steek ik over. Ja, echt. Ja. Ik sta niet in voor mezelf dan, denk ik. Ja. Trek je dat aan? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Jij niet? Soms. Ja. Ligt eraan wie het altijd, ja. Ja. Nou, die man die een verschrikkelijke kritiek over jou geschreven heeft, is een van je allerbeste vrienden. Tast dat de vriendschap aan? Ja. Dat ligt eraan wat hij precies geschreven heeft. Hè? Hij heeft je met de grond gelijk gemaakt. Ja, maar dat kan op een heleboel manieren hoor. Want je hebt mij zo onver. Dus ik bedoel. Nou ja, goed, ik laat het ervan afhangen. Ik heb zo weinig vrienden dat. Ach, nou, niet een reden ene meer. Minder nog. Nee. Nee. Maar ben jij zo onver? Ja, in kritiek, ja, natuurlijk. Ja. Iedereen, dat is, je hoeft helemaal niet fel kritiek te geven. Heel milde kritiek raken mensen volledig in wanorde en slapen niet meer. Ja, tuurlijk. Ja, terwijl je dat weliswaar jaren geleden, spreek ik nu over, maar dat je dat toch echt flink gedaan hebt. Ja, ik was toneelcriticus en toen ik zelf op het toneel klom, toen kreeg ik het. En toen voelde ik hoe dat voelde. En toen wou ik dat ik dood was, geloof ik. Ja. Zoiets. Ja. Je interviews, je koos wel voor het theater, maar je schrijft die interviews die met enige regelmaat verschijnen op de achterkant van Vrij Nederland, halve pagina groot. Kost je dat heel erg veel tijd en inspanning? De interviewen zelf niet, dat gaat in 2 uur ongeveer, maar het schrijven kost me ontzettend veel inspanning. Ja. Daar gaat het ook eigenlijk om, omdat praten gaat het niet. Dat is niet zo belangrijk. Maar die mensen moeten je toch hun verhaal vertellen? Ach, dat kan heel vlug. Als je echt haast hebt, vlug misschien een beetje op en dan soms lukt het niet, maar doorgaans willen ze het wel in 2 uur kwijt. En dan maak jij er een verhaal van? Daar doe ik heel lang over, daar schrijf ik 2 dagen over. Zo lang? Ja, zo lang. Hoe komt dat? Nou, omdat ik alles moet verzinnen wat ze dan weer niet gezegd hebben en ik moet ze praten altijd in van die kromme taal en ik moet het helemaal verbeteren en dan zorgen dat ze tevreden zijn als ze het voor publicatie lezen. Dus dat ik sorveer ze altijd en laat ze altijd mooie taal spreken en lees die interviews maar na. Volzinnen daar? Hè? Nou, ze spreken in mooie taal, maar ze zeggen zulke openhartige dingen tegen je dat die ook nog alles tot, kan je wel zeggen, flinke rellen hebben geleid. Ja. Burgemeester Peper en zijn vrouw. Ja. Waarvan je in dat interview toch kan zien dat die een hele merkwaardige relatie hebben. Mart Smeets is er bij de NOS eerst voor ontslagen en later wel weer voor in dienst genomen. Aad Kosto die ineens ging vertellen hoe die Marcel van Dam haat. Dat heb jij niet verzonnen, denk ik. Nee, dat hebben maar wel ze hoe ze het zeggen vaak. Ze lezen het wel van tevoren, maar kijk, zo'n interview, dat is natuurlijk heel brokkelig. Die mensen die worden eens in de zoveel tijd geïnterviewd, die kennen dat vak helemaal niet. Dus ja, dan kan ik ze ook niet gaan leren hoe je geïnterviewd moet worden. Dus dan kom je langs, je hebt haast.
Enfin, je kent dat en dan gaat het allemaal vlug. Ze vergeten van alles. Dan moet je allemaal, ja, je moet dat thuis allemaal achter je schrijftafel moet je dat componeren. Hè? Ja. En ze willen ook nog dat ze er een beetje leuk uitkomen. Maar een aantal van die mensen komt er ook wel heel boeiend en interessant uit, maar een aantal anderen echt gruwelijk. Hoe krijg je dat op tafel? Nou, dat zeggen die mensen. Ja. Hoe krijg je de sfeer zo dat ze dat zeggen? Niet drinken. Bijvoorbeeld wat ze altijd denken, niet drinken, juist niet, heel nuchter. Nou, door een beetje haast achter te zetten en... kijk eens, die mensen zeggen misschien wel hele gruwelijke dingen, zoals jij dat noemt. Maar ik heb bijvoorbeeld laatst iemand geïnterviewd die mij vertelde hoe zijn hele familie min of meer door zijn toedoen uitgeroeid is. Dat vind ik minstens zo gruwelijk. Ja. En dat vind ik eigenlijk de gruwelijke interviews. Of dat vind ik de harde interviews. Die interviews waar jij het over hebt, dat zijn de schandaalverwekkende dingen. En dan zeggen die mensen misschien dat ze Pietje een rotzak vinden. En Jantje een lul. En dat baart dan opzien. Maar ik vind het gros van mijn interviews vind ik zelf mooi of aardig of ontroerend. Omdat die mensen ontzettend veel persoonlijks vertellen. Ja. Ik geloof dat het gaat toch alleen maar om dat je weet dat alles wat mensen zeggen en wat in de krant komt in wezen persoonlijk is. He, als je dat nou als devies houdt, dan breng je de mensen ook tot openhartige uitspraken. Want ja, ach, openhartig. Ligt vaak zo voor de hand, hè? Vind ik. Wat ligt voor de hand? Ja, jij noemt dat gruwelijke dingen of raar, of je denkt... Nou, of heel mooi, of maar... En vaak hele... erge intimiteiten, waarvan ik altijd denk dat ik toch, als jij met mij zou zitten praten, achter jouw hoofd altijd die halve pagina zou zien en dan zou denken, ja, ik wil het misschien wel aan hem vertellen, maar misschien niet aan al die lezers. Maar ze vertellen die openhartigheden juist vaak omdat ik ze wijs op de publicatie voortdurend tijdens het interview. Want dat kan ik niet gebruiken, maar dat wel. En het is een beetje, het gaat heel anders, het interview, dan je misschien denkt. Het is veel meer een snel uitwisselen van informatie. En dan later blijkt er wel eens dat iemand hele erge dingen heeft gezegd. Maar het komt vaak ook door de manier, of meestal door de manier waarop ik het opschrijf. Ja. Het hoe is belangrijker dan het wat. Ja. Ik wil je nog even heel snel een paar dingen voorleggen. En wel het volgende. Je moet kiezen. Je komt opnieuw op de wereld. Je wordt opnieuw geboren. En je moet kiezen. Sartre of Sylvester Stallone? Wie wil je zijn? Sylvester Stallone. Waarom? Die kan denken. Mick Jagger of Woody Allen? Ze kunnen samen geen kind krijgen. Mick Jagger. Mick Jagger. Tina Turner of Meryl Streep? Wat is het verschil? Nou, een tijgervelletje ongeveer. Ja. Meryl Streep. Meryl Streep, toch. Ja. Lubbers of Kok? Lubbers. Dat vind ik duidelijk. Ja. En Freek of André van Duin? André van Duin. Dankjewel. Er staan vaak vreemde advertenties in de Volkskrant. Misschien is u dat wel eens opgevallen. Nou stond er zaterdag weer eentje. Ik zal hem even voorlezen. Linksonder op de pagina, pagina 3, stond hij. Aan de 12 stammen van Israël. Luister, staat er dan met grote letters. Binnenkort is het zover dat Jezus terugkomt met vele ruimteschepen om zijn volk te verzamelen en het te brengen naar een nieuwe planeet. Het overige leven op aarde wordt vernietigd door een kernoorlog. Stuur voor informatie uw naam, adres en 5 gulden naar meneer P. Dirks en mevrouw S. Michielsen. En daar staat een adres onder. Dat mag je erbij zeggen. Het adres mag ik erbij zeggen. Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar ik wil eerst eens even met u praten. Dat is dus mevrouw Shanti Michielsen en meneer Prem Dirks.
U moet veel uitleggen, want er zijn veel vragen als je zo'n advertentie leest. Waar komt die Jezus die u beschrijft met die ruimteschepen dan vandaan? Jezus komt uit het zevengesternte. Uit het? Het zevengesternte. Ja. Het is een sterrengroep in de Pleiade. En daar wonen ze gewoon. Jezus, Yahweh en de ruimtemensen. Of engelen genaamd. Die wonen op de Pleiade? Op een gewone planeet. En hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Zijn dat menselijke figuren, menselijke gedaanten? Die zijn net zo menselijk als wij zijn. Als u Genesis leest, ja. En als Yahweh met het scheppingsverhaal begint, zegt hij van, laten wij mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Hoe weet u nou dat hij daar zit? Omdat hij in de Bijbel staat. Hij kan misschien ook wel op een andere planeet zitten, maar hij zit ergens op een planeet in ieder geval. Ja. Maar volgens u zit hij dus op die planeet. En hij komt dus met dat ruimteschip. Ruimteschepen. Met meerdere ruimteschepen naar beneden. Ja. Met van die ruimteschepen die wij kennen, zou ik maar zeggen? Ik denk niet dat wij ze kennen. Nog niet. Daarvoor is het lang geleden dat ze hier zijn geweest. In de tijd van Mozes kwamen ze regelmatig naar beneden. Die ruimteschepen? Ja, en Yahweh zelf ook. Daar zat Yahweh toen in? Ja, Mozes heeft met Yahweh gepraat, zoals u weet. Ja. U schrijft binnenkort, is het zover? Hè? Dat klopt. Dat klopt? Dat klopt. Wanneer is het dan zover? Binnenkort, de precieze datum weten wij niet. Nee? Dat weet niemand op deze planeet. Zoals iemand weet die de Bijbel leest, wist zelf Jezus dat niet. Alleen Yahweh, zijn vader, wist dat. Ja. Dat zei Jezus zelf. De precieze datum weten we niet, maar er is... Maar zo'n beetje ongeveer, ik bedoel... Ik denk dat we het allemaal al een beetje kunnen gaan proeven als we eventjes terugdenken aan Reykjavik en de volslagen mislukking die daar heeft plaatsgehad. Ja. Dan staat op dit moment in deze wereld staan de twee kampen tegenover elkaar en dan kunnen we dagelijks, elke dag kunnen we daar proberen om niet aan te denken, maar het is wel een feit. Ja. Daar staan zo'n 4 miljoen... Warschau-pact militairen staan er maar u bedoelt, als in Oost-Duitsland. Als die kernoorlog begint, dan komt Yahweh? Net van tevoren. Net van tevoren. Precies van tevoren. Anders is het te laat. Dat is nog heel handig bedacht, hè? Dat is heel handig bedacht. Ja. Ja. Dat is wat hij ook zegt. Maar waar vindt de landing plaats? Dat weten we niet. Ik wil eerst nog wel even zeggen dat ook dat in de Bijbel staat, alhoewel het best grappig is natuurlijk. Ja. Maar Jezus zegt, de dagen zullen dan verkort worden. Omdat er anders geen vlees gered zal worden. Dat zijn die dagen. Dat is in die dagen. Ja. Maar waar gaan die schepen landen? Over heel de aarde. Overal waar de 12 stammen van Israël verspreid zitten. Overal waar uitverkoren mensen zitten. Waar zitten die? Want van die 12 over de hele wereld. Zijn er twee over en de rest, waar kunnen we de rest vinden? Over de hele wereld. Die zijn verspreid. Wie weten dan dat ze daar nog toe behoren? Dat weet niemand. Dat weten wij niet. Maar dat wordt nog moeilijk kiezen. Dat is niet voor ons die dienst. Dat hoeven wij gelukkig niet te doen. Nee, maar voor die Yahweh en die andere mensen in die ruimteschepen die wordt weten het al lang. Die weten precies wie ze mee moeten. Dat ligt vast. Ja. Maar luister, daar is dus niks meer aan te doen voor ons. Nee, er is niks meer aan te doen. Nee, dat ligt vast. Dus we kunnen er nu verder gewoon een potje van maken. Dat denk ik niet. Dan wordt u zeker vernietigd. Dan word je zeker vernietigd. Dan word je zeker vernietigd. Want de rest van de mensen die niet mee mogen, worden vernietigd. Het leven op deze planeet wordt beëindigd, ja. Er staat in Egypte één piramide, dat is de piramide van Cheops. Ja. Daar ligt een tijdsrekening in vast, een chronologie. Iedereen kan dat terugvinden in een boek van Major van der Vecht. Daar ligt precies in vast dat er hier vanaf 4000 voor de geboorte van Jezus tot 17 september van het jaar 2001, dat is de einddatum van het leven op deze planeet. Met andere woorden, in Yahweh's huis zijn vele woningen, zoals Jezus zegt. De aarde, gezien als woning. Daar komt een bordje op te hangen, onbewoonbaar verklaard. Onbewoonbaar verklaard woning. U moet er zelf ook wel een beetje om lachen. Ik vind het prima, ja. Zeg, luister maar, als er nou niks meer aan te doen is, hè? U zegt er is niks meer aan te doen, het is al lang besloten, waarom zet u dan nog een advertentie? Omdat diegenen die mee mogen het moeten weten. En die moeten het dus tijdig weten, die moeten tijdig op de hoogte worden gebracht. Koffers pakken? Nee hoor, hoeft helemaal niet. Maar waarom zou je het dan moeten weten? Jezus zegt ergens waakt in alle tijden.
Ik bedoel, je kunt naar de bonden hond uit gaan hangen, daar mag je absoluut niet mee. Ja. Er zijn twee geboden die Jezus heeft gegeven. Ja. Heb Yahweh lief met geheel uw hart en uw naast als uzelf. Dat zijn de twee geboden. Als je daar al niet aan houdt, dan word je zo wel niet mee. Hoe komt dat nou dat... Want ik bedoel, je ziet die advertentie, je weet niet wat je leest. En je zit mee te luisteren en je weet niet wat je hoort. Dat zal wel, ja. Hoe komt u daar nou ineens bij om daar nu mee naar buiten te trekken? Daar zijn we al 3 jaar mee bezig, maar ze willen het niet horen. Nou, ik werd meteen ontzettend nieuwsgierig. Prima, toch, daarom zitten wij nou hier. Ja, maar ik ga niet mee, want ik geloof er niks van natuurlijk. Dat is jammer voor u. Ja, is dat jammer? Ja? Dat denk ik wel. Als u het leuk vindt om vernietigd te worden. Nee, maar ja. Ja, je moet kiezen. Ja, dat klopt, ja. Dat klopt. Dat is ook precies waar we iedereen vertellen die onze informatie opvraagt. Je moet kiezen, er is maar 1 keuze te maken. Ja. Ja. Ja, ik blijf toch maar hier. Dat is u goed recht. Ja, ik dank u heel hartelijk voor dit gesprek. En goeie, mag u zelf mee trouwens? Daar weet ik niet van. Dat is ons niet bekend. Daar oordelen wij niet over. Nee, maar mocht het zo zijn, goede reis. Ja, ik heb één vraag nog. Ik heb één vraag nog voor alle mensen die nu zitten te lachen, zowel hier als thuis. Is het misschien toch zinvol om ons postbusnummer even te vermelden? Ja. Zodat iedereen die vannacht of morgen toch denkt van misschien hebben ze toch gelijk, dat eens even op kan vragen. Dat zal ik zeggen. Het postbusnummer is postbus 1066 5004 BB Tilburg, Nederland. Hartelijk dank. Okay. Muziek van een Nederlandse groep, nu met een zeer Nederlands lied. De groep die heet Overstekend Wild. En ze maken echt prachtige muziek. De zanger die heet Frans Smulders. En hij is de enige van de hele groep die geen beroepsmuzikus is. Hij is dierenarts, maar hij kan wel heel erg mooi zingen. En hij speelt, moet u straks maar eens goed opletten, op een merkwaardig, prachtig mooi instrument. Heet de nikkelharpa. Het liedje is een primeur op de televisie en we hebben er niet zoveel verstand van, maar misschien wel een hit. Onze jongens. Ik ben vanochtend opgestaan. Trok mijn soldatenkissies aan en mijn te korte lange broek. Mijn rode pet is even zoek. En in mijn zwarte leren jak, daarop geverfd 3 keer huf en dan de naam van onze club, voel ik me wel op mijn gemak. Ik smeer op mijn gemak nog eerst een boterham en dan pak ik mijn seizoenskaart. Ik schenk een bakkie leut wat suiker en een flinke scheut uit onze melkkan. Olé, 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 olé. En zo tegen 11 uur pak ik mijn dassie van de muur en ook mijn ketting gris ik weg. Mijn rode pet gedankt terecht en met die dikke van hiernaast. Mijn voetbalvriend en moddervet van al het bier en frietjes met. Trek ik al roepend door de straat. Het duurt nog wel een uur voordat ik binnen mag, want het begint pas om 1 uur. Dus intussen zijn die bollen en ik zelf rond aan dollen met de voetbalbak. Olé, 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 olé. En is het eindelijk 1 uur? En alle oudjes overstuur van ons het voetballegioen, dan moeten onze jongens het gaan doen. Al snel gejuich, maar ook gejouw. En bij 0-2 wordt er benijdigd, want de schijf is weer partijdig. Die gast, die lust er wel van rouw. Na afloop van de wedstrijd met z'n allebei vak 8 en bij de grote poort. Want onze wraak is zoet, die gasten hebben het er goed van doen bij Feyenoord.
en vluchten zij de bussen in. Met de ME er tussenin en door van angst beslagen raam gaan er wat stenen achteraan. En komen zij er zo vanaf, dan krijgt een ander wel de schrik. En of dan pakken we een flikker ergens achteraf. Dat is ook mooi werk. Morgen G2, verplichte wachten, loket 2 is er een baantje hier. Maar volgende week spelen ze uit ons FC. En nou dan gaan we weer. Olé, olé. Olé, olé. Ja, ik weet niet of het u is opgevallen, maar vanaf het begin van deze uitzending staan er twee mensen aan die fruitautomaten te spelen. Had je dat al eens eerder gedaan? Nee, nog nooit. Nee? En hoe gaat het? Ja, ik neem alles maar. Als ik het tweede zelf heb, dan stop ik gelijk en dan zie ik hier wat punten bij komen. Maar echt veel van snappen doe ik niet. Nee. Wat moet je erin gooien? Heel veel guldens. Ja, hoeveel heb je dan nu zo'n beetje ingegooid? Nou, ik denk toch al wel tegen de 60 gulden. Echt waar? Hoe lang? Ja. En de uitzending is een half uur uit, ongeveer. Ja. Ietsje langer. Nou, er ligt echt heel veel geld. Ja, nou, we kunnen het er straks weer uithalen, hoor. Ja, voor deze keer. Ja. Heb jij het al eens eerder gedaan? Ja, ik heb het al eens eerder gedaan, ja. Hey, ben je er enigszins bedreven in ook? Nou ja, bedreven. Ik denk dat je het in geen één kast lukt. Omdat er zitten allemaal systemen in en... Maar toch, maakt het niks uit of je er veel op speelt of nooit? Nou, ik denk het wel, omdat, kijk, je hebt natuurlijk allemaal dingen en dan kun je er zelf steeds meer punten mee halen. Ja. Hoeveel heb jij er dan nu, tot nu toe ingegooid? Tot nu toe, ik denk ook 60, 80 gulden. Ja, en heb je dan iets gewonnen? Nee, nog helemaal niks. Nou, maar dan heeft zij het misschien nog wel beter gedaan, hè? Dat moet ik aan hem vragen, want ik heb geen idee wat hij heeft staan. Ja, wat heeft zij dan nou staan? Zij heeft nog 63 punten, ik heb er nog 46. Pa! Ja, zie je, het maakt, ja, maakt inderdaad. Wat gaat er een hoop geld in? Ja, zeg. Dat gaat heel veel. Gooi je er zelf, want nu heb je van ons geld gekregen en het kan er toch weer uit. Maar gooi je er zelf ook zoveel geld in als je speelt? Nou, het is meestal dat ik zeg maar 25, 50 gulden zeg maar, bij me heb. Ja. Maar niet alles gaat erin, omdat je haalt automatisch ook wat eruit. Maar het is meestal kijken wat anderen doen en zelf ook natuurlijk wel wat spelen. Maar, En hoe vaak ga je dan? Ik ga er niet, één keer in de week, want ik heb zelf ook een baan, dus Goed, bedankt. Ja. Nou, maak het maar op of is het al op? Nee, het is nog lang niet op. Nou, ga dan maar even door dan. Nou, je ziet, u hebt dat allemaal wel eens gezien, hè? Loop je langs zo'n hal en daar staan dan, ik weet niet hoeveel van die apparaten. En daar staan de jongelui dan lekker mee te spelen. Maar dan gaat er een hoop geld in, zeg. Wij hebben vandaag drie mensen op pad gestuurd. Nou, wat je noemt, in een wereld die ze nog niet kenden. De ene is Elsje de Wijn, die is actrice, zoals u weet. En die ging vanmiddag, in de uitzending die we hadden vanmiddag, om 16:45 hebben we dat gedaan. Dus om 16:45 hebben we haar gestuurd naar zo'n gokhal met een plastic zakje met 100 gulden erin. En mocht ze mee gaan spelen. Dan hebben wij naar een zeer frivol Golden Ten Casino gestuurd vanmiddag, dominee Sipke van der Land, die daar niet echt herkend werd, omdat hij er zo vaak komt. En Jan Douwe Kroeske, die is poppresentator bij Hilversum 3 voor de VARA en trouwens ook op de VARA televisie, die hebben we in het weekend, gisteravond, hè, naar het casino gestuurd in Zandvoort. Elsje, hoe was dat in die gokhal? Nou, het was, ik vond het wel leuk, moet je zeggen. Ja, het viel mij reuze mee. In die zin dat ik ben in twee geweest. In een lichte, vrolijke, gezellige, zal ik maar zeggen. Met allerhande soort mensen. Reuze behulpzaam en aardig. Oh ja? En ja, ontzettend. Waar meteen bereid, want er stapte er dus ook niets van. Het is vreselijk ingewikkeld. Ja. Echt met dingen die je vast kan houden en dan weer kaarten. Daar ben je nou echt, ik begreep er niets van. Maar meteen
schoten allerhande heren op mij af. Oh ja, ik kwam binnen en toen zag ik alleen maar heren. Dus ik dacht meteen, aha, aha. Maar nee, daar kwamen later nog weer een heleboel meiden binnen. En ik hoorde ook van de baas van de tent dat er heel veel dames ook overdag daar bezig waren. En ik geloofde hem wel hoor. Maar goed, ik heb daar gestaan in die gezellige hal, zal maar zeggen. En het ging mij meer, had ik de indruk, de mensen, niet zozeer om het geld, natuurlijk een aardige bijkomstigheid, maar meer om... het gemanipuleer met die dingen, want dat is dus ingewikkeld. En dan als je dat dan weer vasthoudt, en dan is dit dan weer zo en dit en zo. Dus het is een leuk tijdsverdrijf. En ik ben ook lang niet zoveel geld kwijt als die mensen daar. Ik heb ontzettend veel over. Een zak vol, hier is die. Oh, dat gaat... Ja, ik heb voor 17 gulden 2 uur ongeveer gespeeld. En echt plezier gehad. Nou, maar win je dan geld ermee? Of? Ja, want zij heeft dus nu daar wel zoveel geld in. Maar dat weet ik nu inmiddels dus. Dan staat er een cijfertje. Ja. En daar kan je, zeg je tegen de kassa, ik speel op apparaat 10. En daar staat nu 40. En dan keert hij jou keurig een tientje uit. Dus niet van die losse guldens van, dan gaat ze weer lekker. Nee, zo'n tientje, dat... Dat valt niet helemaal tegen. Nou, toen ben ik ook nog in een wat donkerder hol geweest, want die zijn er dus ook. En daar, dat was er weer een beetje toch een andere wereld, hoor. Daar waren mensen ook meer gericht op dat geld en zo. Daar zaten ook die dingen met die armen in. Ja. En daar rinkelde het ook wel uit en dat zo. Dat vind ik wel leuk. Ja, Dat was echt zo'n stoofpoel uitkomt. Ja. Naast mij bijvoorbeeld stond een man en dat kwam er. Maar ja, hij zei, ik had wel vorige week 300 erin gestopt. Ja. Nee, ik heb dat één keer meegemaakt in de parkeergarage, dat ik de jackpot had. Dat was nog eens in leuk. De parkeer? Ja, in zo'n parkeerautomaat. Gulden erin en dan 12 eruit. Ja, dat is nog leuk. Ja. Zeg, nou, was u naar de Golden Ten? Bent u nu op weg om daaraan verslaafd te raken, dominee? Nee, het ziet er niet naar uit, nee. Nee, hoe was het daar? Ja, ik vond het ongelooflijk saai, daar zei ik niks aan. Ze gooien met zo'n balletje, maar er is geen bal aan, want je zit daar een beetje naar te kijken en je legt zo'n stom dingetje op zo'n nummertje en dan moet je maar afwachten waar het balletje terechtkomt. En het gekke ervan is natuurlijk dat ze het voorstellen alsof het geen gokspel is, maar dat het een behendigheidsspel is. Ja. Maar je zit daar alleen maar, je doet niks behendigs, want die vent gooit met die bal en jij niet. Jij mag alleen dat nummertje neerleggen. Ja. En we waren daar een tijdje bezig en ik ging met wat mensen praten, zo vragen, doen jullie dit nou vaak en hoe werkt het nou en is het nou gokken of is het nou behendigheid? Ja. Niemand vond het behendigheid, ook niet van die mensen die daar werken. En toen waren we zo'n poosje aan het praten en toen kwam er ineens een hele grote indrukwekkende meneer, een soort baas. En hij zegt, waarom ondervraagt u hier de mensen? En ik heb gezegd, ik ondervraag ze niet, ik ben hier voor het eerst, ik moet dat toch weten hoe dat hier werkt. En toen zei hij, nee, ik heb het al door, u bent van de justitie, we worden veel gecontroleerd. We worden hier erg veel gecontroleerd, maar u ziet, er gebeurt hier niks illegaals. Maar ik denk het wel, want er wordt alleen maar gegokt en gokken mag gewoon niet in dat soort tenten. Dus, Het is niet verboden, het is ook niet helemaal goedgekeurd, ze zitten in zo'n periode dat het net mag. Maar waarom zijn ze dan zo bang voor de justitie en waarom zijn er dan steeds invallen en nemen ze de hele rotzooi en al dat geld mee en zo? Ja, maar dan zijn ze geloof ik de volgende dag, las ik van de week in het Parool, dan zijn ze 3 dagen later weer open en dan kan iedereen erin. Dat is toch te gek om los te lopen, dus de enige dag wordt ingepikt dat hele zootje en opgerold en de volgende dag doen ze het weer. Zo gaat het inderdaad, maar dat vind ik Zaten er ook vrouwen? Ja, er waren in dit uurtje, dit was het theekransje eigenlijk een beetje. Er waren wat oudere dames ook, die heel fanatiek en heel zenuwachtig ook daar bezig waren. En met die heb ik dan ook wat kunnen praten. Het zal later in de avond wel veel drukker worden met heel ander volk, denk ik. Wat viel er met die vrouwen te praten? Hadden die nog iets interessants te melden? Nee, ze zeggen steeds tegen elkaar van, nou ga ik weg en nou doe ik het niet meer. Maar ze bleven hem al die tijd maar hangen. Ja, ja. De goede voornemens waren er wel, maar ze waren toch een beetje door geobsedeerd. Ze konden er toch niet zonder. Nou hebben wij u een briefje van 100 meegegeven en we hebben gezegd, u mag het verspelen. Maar als u wint, mag u het houden. Maar dan willen wij graag die 100 gulden terug. Hoe is dat nou afgelopen? Nee, het is weggegooid geld, hè? Letterlijk en figuurlijk. Je bent dat gewoon kwijt. Ik heb er dus gewoon fiches voor gekocht en die heb ik steeds ingezet. Ja. Ik heb steeds ingezet op nummer 13, hoor. Ik dacht, dat is een heel gelukkig getal. Ja, dat moet je natuurlijk nooit doen. Nee, vind je niet, hè? Nee. Nou, die meneer kwam ook naar me toe. Hij zegt, waarom doet u dat steeds op 13? Ja. Want dan gaat het op gokken lijken. Ja. En het is immers behendigheid. Het moest behendigheid zijn. Ja. Ja. Maar er stond ook in het weekend een advertentie in de krant van een casino ergens in Nederland. En daar wordt je dan aangeboden in het weekend de Star Sisters. Die treden erop. De toegang is gratis. Een keuze uit 2 gratis menus.
En lekkere wijven. Maar dat staat er niet bij hoor. Mijn moeder dat stelt voor mezelf. Ze moeten concurreren met elkaar, die tenten. Dus daarom kan je de lekkere hapjes en drankjes en alles krijgen. Dat krijg je voor niks. Ja, dat is toch. Ik kreeg u vanmiddag ook van alles voor niks. Ja, zeker. Alles staat daar klaar. Je kunt alles eten en drinken wat je maar wilt. Want ze willen dat je daar liever blijft. Dat je niet thuis gaat om te eten. Je moet daar dag en nacht liefst rond. Het is ook 24 uur open. Je kan op elk moment van de dag en de nacht komen. Daarom die manager die ze gehaald hadden, die kwam ook net uit zijn bed. Die sliep nog, omdat hij vannacht moet werken. Maar die hadden ze voor ons opgetrommeld, omdat ze bang voor ons waren. Zou u nog eens gaan? Nee, ik weet nou genoeg. Ja. Nooit meer, nee. Ja. Jan Douwer, is er verschil als je dat hoort met het, ja, zeg maar, het echte, ja, casino? Ja, absoluut. Want ja, ik ging er chic heen. Kijk, ik ben normaal gesproken nooit zo chic. Nee. Ik heb zaterdag nog even snel een stropdas gekocht. Nee. En ik denk, dezelfde sfeer ongeveer als dat je als 13-jarige jongen voor het eerst naar de volleybalclub gaat. Zie je al die grote volleyballers daar lopen. En dan denk je van ja, dit is er toch niet helemaal. En zo kom ik er dus gisteren ook binnen. Ik kom binnen met een witte marmeren trap. Of op een witte marmeren trap, dan een mooie rode loper. Zie je allemaal hele nette mensen. Ik zag één dame met een leren kokerrok. Dat vond ik heel mooi. Ik kreeg hier ook 100 gulden, maar die krijg je nou weer terug. Ja? Alsjeblieft. Dank je. Ja. Dat heb ik gewonnen. Heb je 100 gulden? Ja, ik heb 100 gulden gewonnen. En dit erbij. En vraag me niet hoe, want ik weet bij God niet hoe ik het gedaan heb. Ik heb ook op 13 neergezet, echt waar. Echt waar? Ja. Dat is heel vreemd. Ik ben begonnen bij een 5-gulden tafel. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van, nou laat ik eens daar op een 13 inzetten. En je kunt op rood en zwart, ik ken het nog niet hoor, maar je kunt op rood en zwart inzetten. Ja. En ik had van die 5-gulden visies gekocht, dat zal wel een warrig verhaal zijn. Maar dat toont mijn onkunde in deze. Ik zet op zwart in, op 13. En tegelijkertijd gooit hij op 13 ook inderdaad, dat balletje gaat rond op die roulette. Ja. En dan komt hij op 13 zwart. Dus ik werd dubbel uitgekeerd. Dus ik zag ineens dat stapeltje munten, ik had er nog een stuk of 10 bij elkaar. Zag ik zo in één keer van 2 en 3 naast me komen. Dus ik zat op een gegeven moment zo te kijken. Ja. En toen kreeg ik eerst nog een tik van die man met die lijmstok. Of die bezem die er zo overheen kwam. Vreselijk. Ja? Ja. Want ik zat nou ook met mijn handen zo over het groene kleed heen. En dat mag dus niet. Maar ik had daar een stuk of 13 keer gegokt. Ja. En ik had nog iets van 55 gulden over of zo. Ben ik even een pilsje gaan drinken. En nog een keertje teruggaan na het pilsje. Denk maar, ik pak het nu groot aan. Ik heb nog 55 gulden. Ik kan naar de tientjestafel gaan. Toen kwam ik bij de tientjestafel. Zat een meneer naast me. Die flapte echt met briefjes van 1000. 2, 3 van 1000 op tafel. En die zegt, nou doe me hier fiches voor van 50 gulden. Dus die kreeg zo'n stapel van 50. En ik zat er als een bescheiden jongen naast met mijn 2x5 fiches inzetten. Ik voelde me helemaal niet thuis daar. En die man die won op een gegeven moment ook. Toen ik op 10 en 13, want je kunt op de een of andere manier dubbel inzetten op 2 verschillende cijfers. Ja, niet te ingewikkeld maken. En er kwam ineens weer een stapel geld bij. En omdat je tientjes inzet, krijg je ineens verdubbelde inzet terug. Ik kreeg in totaal, geloof ik, in tijd van 3 minuten. Iets van 400-500 gulden terug van die dame die er zat. Aardige dame dus. Ja. Is dat nou, Peter, als je nou Jan Douwer hoort praten, is dat nou linkersoep? Nou, ik herken mezelf, hè, toen ik begon. Het is juist die schijnwereld en het leuke dat je opeens een enorme stapel ziet. Ik wil ook al even stellen wat zij dus ook terecht opmerkte. Je krijgt op een gegeven moment een binding met die automaten. Maar het feit is natuurlijk, waar zit hier over te praten, over gokken. Het is natuurlijk leuk als je dat als vrije tijdsbesteding doet. Dat heb ik ook gedaan. In de kienhallen zijn 90% van de mensen komen daar voor de gezelligheid. Maar 10% vergokt elke avond 100 gulden. En die, ook met die fruitautomaten. Het is natuurlijk levensgevaarlijk als je er bevattelijk voor bent. Waarom raakt de een wel aan de heroïne en de ander niet? Waarom wordt de een aan gokken verslaafd? Waarom? Dat zit in je wezen. Je bent een gokker. Je wordt als gokker geboren. Hebt en u het gevoel dat u als gokker geboren bent? Ja, het feit is namelijk dat een gokker heeft een bepaalde karakteristiek. Dat is een man die dus manipuleert, maar ook in het gewone leven. Dat is een man die dus erg eenzaam is. Hij heeft een cirkel om zich heen. Je kunt die mensen ook gewoon herkennen. Dus die mensen hebben dus ook een vrij groot risico dat ze daadwerkelijk verslaafd worden. Hij heeft dus nu... en ik ben op dezelfde manier begonnen, dat je dus enorm... hij heeft dus kans om. Ja? Maar waar het gewoon om gaat is, de een, waarom wordt wel de een verslaafd en de ander niet? Maar dat maakt, ik ben van Gamblers Anonymous.
Voor ons is het niet belangrijk van hoe je aan gokken verslaafd raakt. Voor ons is het, heb je de prijs betaald? Ja. Sta je met je rug tegen de muur? Hoeveel, want u was een verslaafd gokker, hè? Ja. Hoeveel hebt u er doorheen? Hebt u een idee hoeveel u vergokt hebt? Nou, misschien 3 ton. Maar daar gaat het helemaal niet om. Waar 3 ton? In totaal, ja, in 3 jaar. Hè. Dus dat... Allemachtig. Ja, maar het feit is natuurlijk wel dat als je eenmaal... kijk, een gokker kan ook altijd aan geld komen. Ja? Je kunt dus ook altijd manipuleren om aan geld te komen. Tot het natuurlijk misgaat. Want uiteindelijk, professor Wagenaar heeft er ook een onderzoek naar gedaan. Ja. Uiteindelijk verlies je altijd. Ja. En op een gegeven moment... Als ik u vragen mag, in die tijd dat u zoveel gokte... Mm-hmm. U zegt, je gaat manipuleren met geld... Wil dat zeggen dat u in uw werk ook met geld ging manipuleren, in uw baan? Op het eind, toen ik dus daadwerkelijk dus geen geld, niet meer aan geld kon komen, ging ik ook manipuleren met geld, om aan geld te komen, om te gokken. Ja. Ja. Hoe, er is een moment geweest dat u gedacht hebt, nou moet ik eraf? Of... Nou, het moeilijkheid natuurlijk, dat een gokker is natuurlijk een egotripper. En het kenmerk van gokken is namelijk, als je slaaf raakt, is ontkenning. Je ontkent alles. Dus je hebt zelf niet in de gaten dat je vanuit die gewenning, vanuit die gezelligheid, dat je dus dat je op een gegeven moment verslaafd wordt. Maar pas als je dus daadwerkelijk moet toegeven, en dat merk je dan, als je dus niet meer aan geld kan komen, en dat je daadwerkelijk dus met je rug tegen de muur staat, dan ga je dus hulp zoeken. Of dan ga je proberen te stoppen. En dat kun je namelijk niet alleen. En toen ben ik dus bij Gamblers Anonymous gekomen. En daarvoor zit ik er ook, ik zit niet voor mezelf. Ja, maar wat is dat precies? Dat is een groep mensen, het komt ook uit Engeland en Amerika. We hebben hier helaas nog maar een paar groepen. Maar er zijn mensen die gezamenlijk werken aan hun persoonlijkheidsverandering. Omdat als gokker zijn heb je een bepaalde persoonlijkheid. Ja. En je kunt met elkaar, kun je eraan werken om die persoonlijkheid te veranderen. Dat doen wij met 12 stappen. Maar je krijgt dus steun van elkaar om daadwerkelijk niet meer te gokken. Bent u eraf? Nee, wij komen er nooit af. Als je een gokker bent, dan zit dat in je wezen. Je kan het wel dus een halt toeroepen. En ook als je dus echt een verslaafde gokker bent, kun je wel een halt toeroepen. Maar dat kun je niet alleen. Maar door die groep kan ik niet meer gokken. Nee, dat kan ik niet meer. U gaat niet meer gokken? Ik kan niet meer gokken. Ik kan morgenochtend, als ik wil gokken, ga ik nu gokken. Maar door de steun die ik van in die groep heb, kan ik niet meer gokken. Want als ik moeilijk zit, en dat kunnen spanningen zijn, of dat er zijn mensen die gaan gokken omdat de tandpasta dus niet goed eruit komt. Ja. Ja. Je hebt altijd een smoes, hè. Een gokker heeft namelijk altijd een smoes om te dus gokken. Maar doordat ik dus de steun van die groep heb, we hebben dus ook een partnergroep van Gammonon, omdat namelijk als die gokker dus gaat veranderen, ik ben nu een totaal ander mens dan toen ik nog gokte. Wij zeggen vaak van je zou eigenlijk een film van jezelf moeten maken. Hebt u een familie? Niet meer, nee. Ik ben gehuurd geweest. Is door het... Mag ik u die vraag stellen, anders dan geeft u maar geen antwoord. Dat is door het gokken ook? Nee, niet bij mij, maar toch wel bij heel veel mensen natuurlijk. Dat, het is natuurlijk wel zo dat ongeveer 30% van de echtgenotes of van de partners volkomen onkundig zijn van het gokken. 30%, dat is een verborgen ziekte. Ik dank u wel dat u dat hebt willen vertellen. Is dit, tot slot even heel kort, is dat linkersoep eigenlijk, als je zo'n verhaal van Jan Douw hoort, wat een vrolijk verhaal is over, want het is natuurlijk wel leuk om een gokje zomaar eens te wagen. Dat kan ik niet beoordelen. Ik geloof het niet. Als je zegt dat het in je bloed zit, dan maakt het dus niet uit of je wel of niet. Ja. Als je ineens die muntjes opgestapeld ziet staan, werd ik toch later, toen ik in de auto terugreed naar huis, even een heel raar gevoel. Ik denk, hé? Ja. Ben je toch zo dat je daar gevoelig voor bent? Ja. En vanochtend had ik dat niet meer, gelukkig. Ja. Heel hartelijk dank. Ik wil, als dat kan en als het niet kan, dan merken we het wel. Zadel ik u nog op met een raadsel. En wel het volgende. Uit het Utrechts Nieuwsblad, en dat komt omdat er een tentoonstelling is. En die tentoonstelling heet Onmogelijke Figuren in Utrecht. Dat zijn van die figuren. Daar kijk je naar en denk je, hé, vreemd, en je weet niet wat ermee is. Er stond in het volgende. 3 mannen zitten in een café. Die zitten te drinken. Die willen afrekenen en het is 30 gulden. En de ober die krijgt van alle 3 die mannen een tientje. En die gaat naar zijn baas en zijn baas zegt, nee, het is 25 gulden, dus je moet even 5 gulden terug gaan brengen. Hij denkt, ja, dag, weet je wat, ik steek 2 gulden in mijn zak en ik geef die mannen ieder 1 gulden terug. Dus die hadden ieder een tientje betaald, dus 30 gulden. Die krijgen iedere gulden terug.
Dat is 27 gulden. Dus die hebben ieder 9 gulden betaald. 27 gulden bij elkaar. En die ober heeft 2 gulden in zijn zak gestoken. Dan zijn we aan 29 gulden. Rara, hoe kan dat? Nou, waar is die gulden gebleven? Mocht u nog kunnen slapen, dan voor aan het eind van deze avond lekker slapen en morgen gezond weer op. De nieuwe VARA-gids. Programma informatie, nieuws over films en video en verhalen en interviews. Deze week... Lachen mag bij drie vrouwen en formatiedansen meer dan stijldansen. Koop hem los of bel nu 035-711-911. Aanbieding de eerste 30 weken voor maar 20 gulden. De VARA als je het echt beter wilt.